Welkom bij vlog 12. In de vorige vlog zag jij hoe we de Starlink hebben gemonteerd. Gelukkig heb ik uit een aantal van jullie reacties heel veel kunnen halen en zijn we nog steeds onderweg nu om de Starlink beter te laten functioneren. Gingen we met z'n allen lekker zeilen en probeerde Stephanie uiteraard de rest weer te verleiden met een lekker bakkie koffie. Nou, wasmachine ophangen, DIY, verwijderde spiegel, ga je mee naar binnen, die is eraf, zoals je kan zien, die doet het niet meer, het lampje, half voor de helft, hier ligt de wassert, de wasmachine, en nou hebben we een mooie handleiding gekregen, waar je geen fuck meer kan, soort van, want nou moet ik deze... Mode de employé, de installation, moet ik hier ophangen voor de gaatjes. Maar ik zie niet precies hoeveel centimeter ik naar boven moet hebben. Dus meten is weten en zeker weten is twee keer meten. Als je denkt van, joh, waarom heb je gozer nou zo'n natte vlek op zijn shirt? Twee keer meter zeker weten, zoiets. Achter deze wand hing een brandblusser. Plasticen. En het wandje was dunner dan ik dacht. Dus dat was poef. En ik heb denk ik een mazzel met dat hij over datum was. Maar de machine hangt. En nou is het natuurlijk kwestie van verder aansluiten en de boel weer even opruimen. Maar... work in progress. Moment suprême. Ik heb hem nu net aangesloten, nog een beetje tijdelijk. Afvoertje ligt nog even los hier in de wasbak. Goed in de gaten houden natuurlijk dat hij niet straks alle kant op gaat. Waterkraan heb ik er even tussen gezet en aangesloten. En ik heb even stroom gehaald uit het kastje hier. Even tijdelijk, dat kan je niet zien. Ja, daar zo. Even tijdelijk even kijken of alles werkt. Ga ik even de eerste keer laten draaien. Het programma duurt 29 minuten. En ik ben heel benieuwd. Kijken of het allemaal goed gaat. En van daaruit kan ik de constructie definitief maken. Geluk zit hem niet altijd in de dure dingen. Maar nou is de wasmachine en droger klaar. Ik ben nog niet helemaal happy. Want als ik hem aanzet, is hij eigenlijk duurt 4 uur. En hij is 4 uur lang staat de waterpomp om de 10 seconden. Is niet helemaal happy. Maar voor het eerst heb ik dus nu in mijn eigen boot schone en droge was. En daar word ik wel happy van. Nou, hoe gaat het, schipper? Dit is toch geweldig. Met je 2 vol tuig. Zo jongens, even een keertje gaan zeilen. Eerste zeiltochtje weer van april. Eindelijk kan het een keer. Een keer mooi weer. Kijk, wat zit er dan? Dit is Robbie. Voor de mensen thuis, voor de vrouwelijke hondjes. Die zeggen, goh, hey, wat een leuke hond. Die wil ik ook. Hij heeft nog geen partner.
Hij is nog vrijgezel. Ja. Kijk dan, jongens. Alles uit. Groot steltje. Alles uit. Lekker hoor dit. Ja ja jongens. Windslagie. Probeer hem even te pakken. Kijk. Bootje erachter. Tender toe. Kijk, wat zit er. Oei. Wie is dat? Wie is dat? Hij is nog vaker zelf, mensen. Na een prachtig mooi weekend waarin we een rondje over de Kaag hebben gedaan en we lekker hebben kunnen zeilen, komt er aan al het leuks ook een eind. Sommige mensen moeten naar huis en andere mensen kunnen lekker op de boot achterblijven. Fijne avond, Jaap! Lekker dit, man. Jaap, zijn boot steekt net als de mijne 1,90 meter. Zijn plekje zou uitgebaggerd zijn, maar was toch niet helemaal op diepte. Soms moet je het gewoon even zelf doen. Eindelijk hebben we letters voor op de giek, maar ja, die moeten nog wel eerst even gesneden worden. Heb je zoveel stress? Als je eventjes mindful bezig bent. Omdat ik best wel veel vocht had in de badkamer, wilde ik graag een ventilator. Het mooiste is natuurlijk als er eentje is die, als het daglicht is, vanzelf gaat draaien. Dus hebben we er eentje gekozen voor op een zonnecel. Kijk, het is ochtend. Als je zelfs door het dingetje heen kan zien, is het blauwe lucht buiten. Hij draait niet.
vind ik bijzonder voor de tijd van het jaar, want ik denk dat de zon wel degelijk naar buiten is. En als ik dan hier kijk, dan schijnt de zon misschien er niet direct op, maar dit lijkt me toch niet helemaal kloppen, of wel? Super bedankt voor het kijken naar deze vlog. Om zo min mogelijk content van ons te missen, abonneer je nog even op dit kanaal en geef nog even een duimpje omhoog. Hou ook nog even goed het kanaal in de gaten, want bij de volgende vlog gaan we mijn verjaardag vieren.